Byung-kyun is advocaat en lijkt zonder make-up gereserveerd, bijna verlegen. Ze krijgt elegante avondmake-up waarbij de nadruk ligt op haar lippen, ogen en wangen. Door haar ogen en wangen meer vorm te geven, wordt haar gezicht expressiever en zelfverzekerder. Een vochtinbrengende crème zorgt niet alleen dat de huid fijner aanvoelt, maar zorgt ook dat corrigerende producten zoals concealer en foundation beter opgenomen worden. Om de perfecte tint concealer te vinden, is het soms noodzakelijk om twee kleuren te mengen. Daarna gebruik je een spons of je vingers om de concealer in de huid te masseren. Vooral de huid rondom de ogen is gevoelig, dus wrijf daar nooit, maar dep voorzichtig. Nu masseren we de vloeibare foundation in de huid door met een grote kwast ronde bewegingen te maken. Op deze manier past de foundation zich aan de huidstructuur aan en wordt de huid zachter zonder op een masker te gaan lijken. Als een foundation iets te veel van het goede is, kun je in plaats daarvan een getinte dagcreme gebruiken of je kunt de foundation mengen met wat vochtinbrengende crème. Als basis voor Byung-kyun's avondmake-up hebben we een mat poeder gekozen. Omdat je 's avonds meer zweet dan overdag, doen we een beetje extra poeder op. Voor een nog betere matte look raden we los poeder aan. In plaats van de spons die je bij veel compactpoeders krijgt, kun je de poeder beter aanbrengen met een grote kwast. Zo krijg je een betere huidstructuur en voorkom je randjes rond de haargrens, oren en kin. We gebruiken een kleine ronde kwast voor het precisiewerk. We vermengen het poeder goed met het huidoppervlak, vooral rondom de neus en de ogen. Een dikke laag poeder onder de ogen biedt bescherming tijdens het aanbrengen van de oogschaduw en wordt verwijderd zodra de make-up af is. Byung-kyun heeft van zichzelf prachtige wenkbrauwen. Het is niet nodig ze donkerder te maken of hun vorm aan te zetten. Het enige dat we hoeven te doen is het overtollige poeder te verwijderen en ze in model te borstelen. Byung-kyun heeft klassieke Aziatische ogen. Deze make-up zal haar ogen groter en de oogkassen dieper doen lijken. Eerst brengen we een parelmoeren zilvertint aan als highlight onder de wenkbrauw. Hiermee leg je het accent op de ogen. Daarna brengen we een grijsbruine oogschaduw aan op het bovenste ooglid. Daarboven kiezen we voor een warme chocoladebruine tint met een bronzen glinstering die we met de donkere kleur vermengen. Vervolgens gebruiken we dezelfde oogschaduw voor het onderste deel van het ooglid. Door deze omlijsting lijken de ogen groter. Door een lichte matte bruin in de plooi van het ooglid te mengen, geven we dit gedeelte meer vorm en diepte.
De oogschaduw is nu klaar en we kunnen het poeder onder de ogen weer weghalen. Al met al kun je duidelijk zien hoe een kleurverloop van licht naar donker de ogen meer vorm geeft en ze groter doet lijken. Delen met lichtere kleuren lijken meer uit te komen, terwijl donkere delen meer naar achter lijken te liggen. De wangen hebben alleen iets meer profiel nodig, dus we gebruiken geen flitsende kleuren, maar houden het bij de kleuren die we al in de oogmake-up gebruikt hebben. Eerst brengen we een lichtbruine blasje aan, van onder het jukbeen tot aan de slaap om een kunstschaduw te creëren. Daarna stuiven we dezelfde bronsbruine tint op de wang met een grote kwast. Voor deze avondmake-up gebruiken we een brutale oranje tint met een lichte metalen glans op de lippen. Deze kleur past goed bij Jongkyun's donkere haar en deze make-up. Een doorzichtige gloss eroverheen geeft de lippen een prachtige glans en zorgt dat de lippenstift langer blijft zitten. Als je uitgaat of naar een evenement gaat, kun je een beetje bronspoeder op je schouders en décolleté aanbrengen voor een betoverende uitstraling. Het aandachtspunt in Jongkyung's make-up zijn de lippen, die we met een warme oranje tint hebben aangezet. Wangen en ogen zijn elegant bescheiden gehouden door subtiele bruine en bronzen tinten te gebruiken die prachtig bij de kleur van haar lippen passen. Met deze make-up ziet Jongkyung er heel anders uit. Ze komt nu vrouwelijker, eleganter en zelfverzekerder over.